maak je nou een muurschildering waar de hele buurt voor uitloopt, waar iedereen voor komt kijken. Nou, in Dordrecht laat Inge Moordenkolk, talentvolle schilder van 21, dat zien. Ze krijgt hulp van haar oude leermeester Barre Verkerken. En nou, ze maken me even wegwijs op dit project. De foto die je ziet is uit 1900 van de straat in Daas. Ja. En met een voddenman erin die we nu eigenlijk niet meer kennen. Nee. En de kinderen die eigenlijk naar het verleden kijken, die komen hier uit de buurt. En hebben daar speciaal voor gefotografeerd. Wat zijn de reacties? Ja, echt super gaaf en mensen zijn trots en ze vinden het erg mooi. Super leuk om te horen. En je doet dit samen met niet zomaar iemand? Barre, ja. En die oude leermeester. Nu mag hij bij mij komen werken, dus dat is wel grappig. Kan hij het een beetje? Ja, hij doet zijn best. Hoe is het, Barre? Gaat het goed? Nou, echt wel helemaal druk hoor, van Inge, want ze is wel een strenge leermeester. Dus ja, ik voel me druk. We hebben natuurlijk weinig geslapen. We werken ook tot 's nachts door, dus ja, het begint er een beetje in te hakken nu. Maar we doen het super goed hoor. Dus het is, er zit in principe geen limiet op qua tijd. We hebben onszelf een beetje vrijdag gezegd van dat moet. Moet vrijdag af, ja. Maar waarschijnlijk gaan we volgende week nog een dagje of twee dagjes te gaan verder. Wat is technisch het meest ingewikkelde aan deze klus? De projectie die s'avonds is, het was ook met weer en wind, was het heel vervelend. Maar je moet zeg maar die achtergrond moet je eerst gesausd hebben voordat je dat moet projecteren. Want anders zie je te veel die muur er doorheen. En dag 2 hebben die de kinderen geprojecteerd. Dus toen zowel in de avond binnen 2,5 uur de hele silhouet sausen en dan ook nog ja, de grove lijnen van wat waar zit. Want ja, toch als je zo dichtbij staat, weet je niet, als er geen informatie staat, je ziet het is maar weinig, maar toch zo'n klein beetje een lijntje, dan weet je toch wat iets is. En dit is eigenlijk al genoeg informatie om in ieder geval een referentiepunt te hebben. Ja. Ja, je moet er allemaal wel op zetten en dat is, dat is pittig, geloof ik. Een paar uurtjes. Ja, het is een uitdaging, maar zeker niet te groot en elke uitdaging is leuk. We kunnen ervan leren voor de volgende keer. Heel goed. Een van jouw mensen doet dat hier. Dat klopt. Inge. Inge is sinds ruim 2 jaar nu werkzaam bij ons. Jeugdig, maar heel talentvol en wij zijn super blij dat wij Soenjoen van Zingen in ons team hebben. Snap ik. En wat vind je nou van het bijna eindresultaat? Ja, ik heb toen het ontwerp te zien wat Soenjoen zo zelf heeft bedacht. Toen was ik al heel enthousiast en nu je helemaal tot leven ziet komen, ja, dat is wel heel bijzonder. De mensen die hier ook voorbij komen, die, ja, je ziet ze gewoon allemaal kijken en mooie reacties geven, oh wat leuk, oh wat prachtig. Heidenberg, zeg maar, alle uithoeken van Dordrecht komen ze even langs om te kijken wat er hier allemaal gaande is. Want dit, ja, dit is toch geen alledaagse kost voor Dordrecht, zo'n hele grote muurschildering. Ja, dat was hem weer in Dordrecht. Mooi project van Inge Moordenkolk en Barre Verkerken. Goede muurschildering, veel belangstelling van de buurt. Wil je meer filmpjes zien? Abonneer op dit kanaal of like deze video.